Vicepresident Ronnie Brunswijk zei gisteren op een persconferentie dat hetgeen de nieuwe regering heeft overgenomen teleurstellend is. Brunswijk haalde aan dat er een commissie is ingesteld om alle benoemingen onder de loep te nemen. De vicepresident wees erop dat voor de verkiezingen de vorige regering vele ambtenaren heeft benoemd. Hij zegt dat degenen die recht hebben op een promotie of benoeming, die zullen behouden. We zijn ervan overtuigd dat een groot deel van de benoemingen en promotie onterecht zijn geweest. En we kunnen de Surinaamse samenleving niet opzadelen met nog hogere rekeningen van de overheid. De president en de minister van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken hebben de eerste stappen gezet om ons imago internationaal te verbeteren. Gesprekken zijn gevoerd of gesprekken zijn geweest met Brazilië, Verenigde Staten van Amerika en Nederland zijn positief geweest en bieden mogelijkheid voor steun. Armand Achaibersing, minister van Financiën, gaf aan dat de financiële huishouding een grote uitdaging is. Het wordt niet makkelijk om te voldoen aan de normale operationele kosten. Achaibersing zei dat de regering enkele maatregelen zal treffen om deze problemen op te lossen. En deze maatregelen hebben te maken om het acute financieel probleem op te lossen. Het zijn ook maatregelen van tijdelijke aard. Laat me dat benadrukken. Wanneer wij in staat zijn om op normale wijze onze uitgaven te kunnen dekken, te kunnen betalen, dan zullen wij deze maatregelen ook afschaffen. En dat kan zijn voordat het is de periode die wij uitgetrokken hebben. Dat is ongeveer een jaar. Maar als het daarvoor lukt, dan trekken we deze tijdelijke maatregelen in. Wat we ook aan het doen zijn, is een programma uitzetten om onze buitenlandse leningen te herprofileren, herstructureren. Er is discussie over welk woord nou het juiste is, maar u weet wat ik bedoel. En we zijn daartoe gesprekken aangegaan met bijvoorbeeld het IMF om ons daarin te ondersteunen. Minister Armand Achaibersing van Financiën was dat. Hij sprak gisteren in de congreshal op een persconferentie over de financieel-economische situatie van Suriname.